De man was dronken en werd door de politie hier aan de Riedelaan in Rotterdam-Zuid gearresteerd. De agenten gebruikten daarbij geweld. Zo! Hey! Hallo, hey! Door het gebruik van dit geweld en het filmpje ziet justitie nu de vrouwelijke agenten als verdachte. Nou, wij hebben naar aanleiding van het vertonen van de beelden zelfstandig al een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken. En gisteren is daarbij gekomen dat de man die op de beelden ook te zien is en naar wie schoppende bewegingen worden gemaakt, die heeft aangifte gedaan van mishandeling. En dat bij elkaar, dat maakt dat wij zeggen, de agenten is voor ons verdacht. Niet de Rijksrecherche of de politie uit een andere regio, maar het Rotterdamse korps zelf zocht de man gistermiddag op in zijn woning. Of hiermee de suggestie wordt gewekt dat WC-eend onderzoekt WC-eend, is volgens justitie onjuist. Nou, dat is voorstelbaar, maar tegelijkertijd, het korps heeft een bureau interne onderzoeken. En daarvan zijn wij gewend dat die in grote onafhankelijkheid en heel professioneel hun werk doen. Dus wij denken dat het ook op deze manier kan en dat het ook in deze zaak zo kan. Justitie neemt de zaak hoog op, want over het gebruik van geweld door politiemensen is het OM duidelijk. Geweld moet proportioneel zijn als de politie dat gebruikt. Dus het moet volstrekt noodzakelijk zijn om datgene te kunnen doen wat de politie op dat moment wil. Bijvoorbeeld het realiseren van een aanhouding. Nou, als dat allemaal nog door de beugel kan, dan is er niks aan de hand. En gaat het geweld daarna dan toch nog door, ja, dan zeggen we dat is niet proportioneel. En dan is de politie daarin te ver gegaan. In het filmpje is te zien nadat de dronken man pepperspray in zijn gezicht heeft gekregen, zich niet agressief meer gedraagt. De agenten geeft de man toch nog enkele knietjes. Het OM hoopt snel iedereen te hebben gehoord in de zaak om duidelijk te krijgen of de vrouwelijke agenten wel of niet vervolgd zal worden voor haar geweld.